De 15e Biggie Brokkenwakka is afgelopen. Het was heel grandioos. Er waren meer mensen dit jaar. We hadden ongeveer 5800 deelnemers, waarvan wij 200 mensen zeker die illegaal meegedaan hebben. Vervelend om het woord te gebruiken, maar het is nou eenmaal zo. Congratulations, Lionel. You did it again. The fastest man today, Lionel Dendrit, winner of the 10K. 38 minuten en 19 seconden. Op de tweede plaats, Kronis Mabo. En op de derde plaats, Juan Pichot. Nog een keer een warm applaus voor de snelste mannen van vandaag. Lionel, Kronis en Juan. Op de derde plaats in het algemeen klassement bij de vrouwen, Sandra Amersin. Op de tweede plaats Stefania Wilson. En op de eerste plaats Caroline Marlet. Give it up voor de snelste vrouwen van vandaag. Sandra Amersin, Stefania Wilson en Caroline Marlet. Goed zo, lukt wel. Op de derde plaats Eva de Calouet. Op de tweede plaats Marielle Blinker van SNL. En de snelste dame op de 5 kilometer van vandaag overal is geworden Maria Senabat van Tropical Runners. Dat zijn dus de allersnelste dames vandaag op de 5 kilometer overal. Eva, Marielle en Maria. Nu dus de prijs voor de 5 kilometer bij de mannen. We beginnen met Guillermo Rasta Ulenhout. Op de tweede plaats Leslie Cairo. En de winnaar in deze categorie overal, de snelste man bij de 5 kilometer vandaag, is geworden van SNL, Carlos Felixdaal. Hoe was het? Een beetje zwaar. Maar het was goed, het was goed. Het was heel leuk, hè? Rustig en we hebben genoten. Iedereen geniet ervan. Dit is de tweede keer. En ik moet zeggen dat het de tweede keer wel iets wat beter meevalt. Doe je voor het eerst mee? Ja. Ja, meneer. Hoe was het? Goed. 15 jaar ben je gebroken wakker. Hoe lang nog? Nou, oneindig. En je moet het blijven doen. Vanaf september beginnen de mensen al te bellen, gaat het door of niet. Dus hij gaat gewoon blijven na ons. We want more, we want more, we want more, we want more. Dit is de derde keer. Moeilijk? Nee. Heel makkelijk. Volgend jaar weer? Sowieso, nog 10 jaar. Het mag nog 15 keer gaan. Het mag een terugkerend programma zijn. Het is een heel goed initiatief geweest toen, 15 jaar terug. En ze mogen het zo houden. Het is de derde keer. Heerlijk. Ik heb net al gezegd, als je het doel hebt, moet je hier aan meedoen. Mensen, niet vergeten, blijven ademen. Bij de wandeltrimloop hebben we geen ruimte meer, dat is vandaag weer gebleken. Als we de wandeltrimloopgroep uit gaan breiden, dan moet de brug tot 10 uur open zijn. En dat gaan we geen toestemming van de politie krijgen.